Even rust. Oh ja, yeah. Moblins. Wat leuk. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3. Nog iets. Ik weet niet meer of we ondertussen nou weer in een... Ik denk of we komen die dingen vandaan, maar de Whirlpool van Vaporeon die helpt daar heel eventjes aan mee. Ik schrok al, ik denk bij mijn eigen... Ja, in de vorige aflevering hebben we Primal Magikarp, natuurlijk Visson, verslagen. Met onze super overpowered bow. Oké, ik moet wel zeggen, er zat heel erg veel tegen aangezien dat we niet... Ik bedoel, zij hebben de bow even laten demonstreren. Nothing can touch us. Oh ja. Ik zei trouwens in de vorige aflevering dat we beide pilaren zouden neer gaan halen. Niet zo'n slim plan. Ik bedoel, serieus, we zijn nog totaal niet klaar voor de Moonlord. Er zijn nog een paar dingen die we nog moeten krijgen. We kunnen wel één pilaar neerhalen en misschien dat ik een Pumpkin Moon erbij doe voor de grap. Dat zou wel leuk zijn. Maar ja, het is nog niet echt aan te raden om nou te zeggen van... goh, laten we eens... Waarom sprak ik de Flareon eigenlijk? De Flareon, Flareon. Ik noem hem automatisch Flareon. Terwijl dat het een totaal wateraanval is. Ik bedoel, we hebben nu wel een mount waarmee dat we kunnen vliegen. Dus we zouden eigenlijk ook wel de andere... Er is een event. Dat is de Space Invaders event. En daar kunnen we ook een hele goede mount van te pakken krijgen. Die nog beter is dan de mount die we op het moment hebben. Plus er zijn ook wel wat leuke wapens. Plus het is iets van 1.3. Dus ja, het is wel leuk om dat jullie ook eigenlijk een beetje te laten zien. Dus ik doe heel eventjes de kop. Nou ja, de Goblin Army die is al bijna voorbij. En ik zit hier nou gewoon lekker even de Flareon een beetje te misbruiken. Ik bedoel, dit is gewoon totaal in de stijl van Vaporeon. Ik bedoel, serieus. We hebben een Whirlpool, we hebben een Bubble Gun. We hebben een speer die bubbels afvuurt. We hebben een Summon. Ja, die Summon die heb ik eigenlijk al genoemd. Oké, nou weet ik dat er iemand doorgaat eigenlijk zou willen horen van eigenlijk is het meer Magikarp, maar ik ben een EV trainer, dus meer van voor jou. You can touch me because I'm OP. Oh, you touch me. Wauw. Kom hier. Kom hier. Niet wegrennen. Niet wegrennen jij. Scheidluis. sorry, scheidluis. Mag dat nog? Editor, valt dat onder dat het mag of niet? Het mag. Oké. Thanks. I guess. Oké, nou in ieder geval de Goblin Army die is verslagen en we hebben dus heel veel awesome stuff te pakken gekregen. Goed, met de Flareon, ja, de Flareon, ik wil hem zeker reforgen. Ik wil er zeker iets moois van maken. We hebben er twee, we hebben er maar eentje nodig. Dus net zoals al die mounts. Ik denk dat die mount trouwens de item is die je gewoon standaard krijgt aangezien dat we er vijf hebben gekregen. Dat je expert mode item eigenlijk, ja expert, dat is schrimpje truffel, dat is onze expert mode. Yay. Oké, nou in ieder geval dan kunnen we er dus vier van verkopen. De carrot, don't worry, die verkoop ik totaal niet. Die komt gewoon lekker in onze la... Wacht, heb ik... Ik wil eigenlijk een beetje een muurtje ervoor hangen. Een beetje decoratie doen en tot we dan die andere gewoon een andere keer doen. Tot we een beetje meer decoratie ophangen. Ik denk dat ik gewoon even wat dinges op wil hangen hierboven. Ik bedoel, we hebben een oude ruimte waar we al die troep kwijt kunnen. Of ja, eigenlijk awesome stuff, want het is geen troep. Maar jullie snappen wel wat ik bedoel. Laat ik eerst even mijn inventory een beetje leren en ik zie jullie in een seconde. Oké, nou, ik heb in ieder geval heel erg veel weapon racks die we dus zeker kunnen gebruiken. Ik vraag me eigenlijk af, kan ik hier mijn... Hoe perfect is dat? En daar moet dan de fuzzy, daar kunnen we de... Kijk zo. Die hoort daar gewoon bij. Oké, nou, even kijken. We kunnen dan wat meer items dus dadelijk kwijt. En daar zou dan ook, hier kan ook weer een item frame hangen. Ik vind dit leuk, jongens. Ik vind het echt heel erg mooi zo. Oké, laten we dit een beetje zo hangen. Jou dan eventjes omdraaien. Dan kunnen we hier weer een item frame kwijt. Ik bedoel, zo kunnen we toch een beetje de boel decoreren. Zo vind ik het mooiste. Zo. Ik bedoel, we hebben hier nou zo'n mooie ruimte daarvoor. Dus waarom ook niet? Oké, deze die is iets kleiner. Dat maakt niet uit. Dan kunnen we dan weer deze in kwijt. Zo kunnen we toch een beetje onze items kwijt. En misschien dat ik hier dan ook een mannequin... Misschien. Om mij nou misschien. Natuurlijk doen we dat. Gewoon hier een beetje gewoon de... Ik bedoel, ja, gewoon awesome ruimte hiervan maken. Waarom ook niet? Ik bedoel, we hebben een huisje van Awesome Commons. En we hebben dan ook een huisje met dit soort dingen. Doe ik visual masker. Ik geloof dat we daar gewoon hier allemaal mannequins... Hier niet. Hier kunnen we geen mannequins kwijt, maar hier wel. Ik bedoel, serieus. Waar wij kunnen staan, dan kunnen... Ja, waarom niet? Tempest Staff. Ja, ik hou hem bij me, want ja, het nadeel is, ik denk niet dat we onze Summon Staffs, onze Leafeon hier, dat we deze nog gaan gebruiken.
Dus we hebben ze zeker gebruikt, dus daarom komen ze hier neer. Ik wil niet zeggen dat onze evoluties weg zijn. Ik bedoel, serieus, onze evoluties blijven gewoon nog bij ons. Ik bedoel, we hebben een Vaporeon upgrade. Ik weet niet, zou ik deze draken dinges ook nog heel even bijhouden? Ik vind die eigenlijk, ja, ze zijn al bij goed, dus. Die mogen we dadelijk daar dan bij. De bubblegun, die verkoop ik gewoon, want daar hebben we echt niks aan. Dit gaat gewoon in onze wapenskist. Nou, aan de andere kant, dit zijn wapens die we niet meer gebruiken. Laat ik eens even kijken wat we boven nog in ons kistje hebben. Kistje. Wat hebben we hier? Dat is niet boeiend. Wat hebben we hier? Onze Deadly Seedler, die was zeker heel erg goed. De Monic Instep, maar die had ik... Oh, wacht, die zijn natuurlijk van degene die deze wereld had. En die liggen hier natuurlijk ook. Ja, dat hoeft niet. Maar in ieder geval, we hebben de Seedler hebben we zeker gebruikt. Deze dingen niet. De Monic Beanstalk, die heb ik nooit gebruikt. Tenminste, zover ik me kan herinneren niet. Ik zal zelf eventjes in de kluis kijken. Want in de kluis kan natuurlijk ook nog het een en ander liggen. Dus dat is ook altijd wel fijn om daar even een kijkje te nemen. Heb ik hier nog wapens liggen? We hebben nog een Golden Bunny hier. En daar ligt de rest van mijn geld. Dan moet ik toch reforgen. Volgens mij hebben we alleen maar dan deze. Misschien een piggybank nog iets? We hebben de ding. Dat is een platinum coin. Nee! Apart. Ja, ik weet dat we onze... Oh, hoe heette dat? We hadden daar ook een speciaal kistje voor. Onze kostuums van Halloween. Die heb ik niet meegenomen. De reden hiervoor is, ja, om die mee te gaan nemen, dacht ik bij mijn eigen van... Ja, het is leuk om te hebben, maar we hebben onze Eevee-outfit. En dat is eigenlijk de outfit waar we echt voor wouden gaan. Dus daarvoor ben ik daar niet echt voor gegaan. Dus daarvoor had ik echt zoiets van, nee, dat is niet nodig. Ik weet niet of jullie dat kunnen horen, maar er was een vliegtuig geluid. Goed. Ik wil maken wat mannequin. Tenminste, dat ligt eraan, want ik heb over... Even kijken hoor. Mumee, accessoires, overig. Misschien in de overig. Want ik heb hier de mannequins heb ik hier al een beetje her en der verspreid staan met precies dezelfde dingen die we dus gemaakt hebben. Maar ik wil gewoon ook even een ding waar we dit soort dingen in kunnen hangen. Dus dat is altijd wel leuk. Ja, kijk, hier heb ik er al eentje. Dat is dat nieuwe armor voor de summon. Die ik jullie nog steeds wil laten zien. De frost armor. Hier heb ik ook nog eentje. Alleen volgens mij hebben we die niet gebruikt in deze wereld. Maar who cares. Musket. Eens even kijken. Volgens mij had ik hier nog meer staan. Oké, we hebben hier een lens. Heel veel lenzen. Nou ja, het is in ieder geval mooi om dat neer te hangen. Dus ik zal daar even wat mannequins neerzetten. Dat is hierboven. Mannequins, waar staan jullie? Hallo, staat deze kant? Oh ja, dat is bij het sawmill. Zo, mannequins. Laat ik er niet te veel maken. 10 is zat. 9. Even kijken, dan kunnen we gewoon hier even 1, 2, 3, 4, 5. Ik kan tellen, horen jullie dat? Tellen met zeep. Dan hier 2 nog even neerzetten. En dan zetten we er hier even eentje in het onderen. Even eentje neer, dat is de Lone Warrior, weet ik veel. Verzin hier zelf iets op. Oké, jij krijgt een Duke masker. Lekker creepy. Deze dingen kunnen allemaal weg. Dan kunnen we gewoon naar de eerste pilaar toe. Ik bedoel serieus. We hebben het toch een beetje leuk opgevuld nou. Dit mag allemaal daarheen. Seedler, die wouden we nog heel eventjes in zo'n wapenframe doen. Zo. Oeps. Even kijken. De fishing rod. Nou, mochten we hem een keertje nog nodig hebben. Ik bedoel, serieus. Ik bedoel, we hebben qua fishing quest hebben we alle fish items die we dus nodig hebben. Hier, weet je wat? Heb jij een top hat? Ik vraag me af, hebben we trouwens nog de fisherman... Ik ga zo even bij Mumee even kijken. Oh, Mumee. Die neem ik nog even gelijk mee. Daar ligt nog geld in. Ik moet hem gelijk meenemen. Waarom ook niet? Hoppies. Als je hier blijft hoppen, dan krijg je eigenlijk dus geen damage meer van. Dat is eigenlijk ook wel geniaal. Ik weet niet. Hier zou eigenlijk een mannequin moeten staan met de fisherman outfit. Ben je ook niet, Mumee? Ik vind van wel. Hebben we hier de fisherman outfit in? Nee, we hebben hier wel een vishaak en wat beet en zo, maar... Ik vind dat hier een mannequin... Weet je wat, we gaan die Lonely Mannequin eventjes ophalen, hè? Want het voordeel is wel, volgens mij... Gast. Nou ja, vind ik er gezellig mee, waarom ook niet?
Zo. Het probleem is, de traps die staan aan. Dus... Oh, en ik moet nog eventjes het armor eventjes ophalen. Woep. Nou ja, kan ik hem nog even redden van een pijnlijke dood. Voordat hij daar dadelijk de lava induikt. Woep. Oké. Mag ik wel eventjes kijken, want waar heb ik die? Volgens mij zit die gewoon in mijn vissersdoosje. Meubels, mume. Ja, hier hebben we de fisherman outfit. Mooi. Ik bedoel, het is een beetje opvulling, ik weet het jongens, maar ah, who cares. Goed, deze moet ik van hierheen. En waar zou ik hem dan neerzetten? Gewoon een beetje zo bij de bar hier zo. Dus net alsof dat er iemand hier de hele tijd bij de bar staat, waarom ook niet. Dat is ons visplekje. Nee, dat staat niet mooi. Hier moet hij staan zo. Hop. Oké, en dan de fisherman's outfit. Poef. 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 Klaar. Denk ik trouwens toch sta. Hé, hey, gast. Koop eens even wat van me. Mushrooms, harpoon, goblin thief banner, hard shackle. Dat ding. Dat ding wat we niet nodig hebben. En ja, de bubblegum. Ja, het is een wapen van Orion. Ik wil hem eigenlijk niet verkopen. Nee, dat wil ik echt niet. Oké, weet je wat? We gaan gewoon. We gooien hem in. We gooien hem even in het huisje. Ik bedoel, serieus. Het is de. Stevie. Yeah, ging nog praten. Het is het huisje van de Eevee. Het is de awesome Eevee Treehouse. Ik weet niet hoe ik het heb genoemd. Te lang geleden. Maar goed. Wat we gaan doen. Dus we gaan even een van die pilaren neerhalen. Want daar heb ik zin in. En ja, dan wordt het een iets kortere aflevering. Maar oeh, het is hier nou wel... Heel donker in één keer. Zo, even kijken. Dan de bubblegun. Die mag dan hierbij... En nou, om het een beetje op te vullen, dan gooien we hier ook eventjes dat boek neer. Wil niet zeggen dat we deze wapens niet gaan gebruiken. Jongens, die wapens kunnen echt nog wel gebruikt gaan worden. Dus, hebben we ondertussen weer mushrooms? Hoe laat is het? 10 uur. Nee, dan kunnen we net zo goed op een pilaar nou eventjes gaan doen. Wij gaan naar roze. We gaan gewoon naar roze. We hebben onze holy arrows. Ik maak me geen zorgen, toch? Toch serieus, moet je kijken hoeveel holy arrows dat we nog over hebben. En dan weet ik het. Jullie hebben al gezegd, ja, die holy arrows die zijn een beetje OP, maar... Aan de andere kant heb ik zoiets van, we kunnen ook nog een ander evenement doen. We kunnen ook nog wel eventjes een... Oh, dat is de verkeerde boog. Haha, ga neer. Neem het rot? Nee. Oké. We zouden eventjes een pumpkin moon ook eventueel kunnen doen. Maar ja, die marsh event, die zijn best wel gevaarlijk. Maar ja, gevaarlijk is ook spannend. Hier moet je kijken, deze die gaat totaal niet snel, joh. Ik kan beter dit hebben. Het is donker. Ik zie... Oh boy. Ik denk dat het beter is met crowdcontrol. Oh! Als die maan begint te gloeien, dan is het in één keer heel erg licht. Oké, oh boy. Een grapplinghoek hebben we. Mooi. We gaan deze pilaar doen. Het grappige is, dit is het beste met crowdcontrol. Crowdcontrol kun je hier het beste doen met deze boog. Dus je wil echt allebei die bogen houden. Dat is ook de reden, Dan. Die dingen die doen pijn. Dat is ook de reden waarom ik ze heb gehouden. Au, die dingen doen heel erg veel pijn. Oké, ik wil geen death in deze aflevering. Ik ga gewoon heel eventjes ervan weg. Ik ga er gewoon heel eventjes van weg tot ik heel eventjes kan regenereren. Oké, we zijn weer terug. En overal schieten die lasers om ons heen. Au. I got this. No worries. Oh, Curse of Darkness is vervelend, want dan zie je niet wat er gebeurt. Oh, ik moet hier weg. Dit is gevaarlijk! Deze is heel gevaarlijk! Damn! Ah ja, ik ga hier niet van wegrennen. Oké, we gaan onze melee armor set eventjes aandoen. Heb ik de beetles? Waar zijn mijn beetles? Oh, die wil ik niet hebben. Nee, die wil ik niet hebben. Is dat dit kistje? Ik heb al mijn beetle. Waar is mijn helm? Oh, daar. Ik kan wel zeggen, waar is mijn helm? Zo, wij gaan voor de melee setup. Dan kan deze aan. Warning, die wil ik aanlaten. Die wil ik aan hebben. En dan gaan we met de flare om daar gewoon maar rondvliegen. Hopen dat we iets raken.
En ik denk dat ik heel eventjes dat ding nou eventjes ga reforgen. Nou ik daar nog de kans voor heb. Nou ik nog genoeg money's heb. Reforge, Flareon. 17. Godly, gelijk. Goed zo. Ingolwraak. Ik heb hier geen zin in. We hebben al twee deads en... Dit is één, granted, dit is één van de moeilijkere. Ik bedoel, de melee die is lastig, maar deze die is ook lastig. Je wil zoveel mogelijk dodgen. En je wil zoveel mogelijk je summon eigenlijk ook bij hebben. Zo dan. Vaporeon en Umbreon. Goeie duo. We gaan het gewoon doen ermee. Oké, nou we pakken dit wapen erbij. Ik bedoel, dit is een heel sterk wapen jongens. Vergis je niet. En ik weet het, we hebben de Holy Arrows, maar... Ja... Oh, hoi. Oké, here we go. Laten we gewoon laag bij de grond blijven. Dit werkt. Auw. Concentratie sleutel. Waar zijn jullie? Oh, daar zijn jullie. Nou zie ik. Oké, okay, ik zie je weer. Die dingen die maken ook een wolfgeluid, daar ben ik niet fan van. En sorry dat ik zo stil ben, maar ik ben aan het concentreren. Oké. Okay. Dit is zo lastig. Ah, die stomme... You will die now! We hebben de Nebula Fragment. Jeez! Oké. Ik was vergeten dat dit inderdaad de moeilijkste pilaar was. Vergeleken met melee is melee een cakewalk. Serieus? Damn! We hebben ze allemaal toch? Waar zijn ze? Ik heb ze opgepakt. Auw. ...56, ja, we hebben ze allemaal. Goed. Laten we kijken wat we ermee kunnen gaan maken en laten we naar de Wall of Awesome comments gaan, want echt serieus, dat waren te veel deaths in één aflevering. Oh, jeez. Goed. Eerst even kijken. We kunnen de Nebula Arcanum van maken. Arcanum. En we kunnen de Nebula Blaze van maken en we kunnen natuurlijk dit ding maken. Even kijken. 18 en 18 is 36. Weet je wat, we gaan het gewoon allebei maken en we zien eventjes wat ze doen. Waarom ook niet? Dit is de Arcanum. Die schiet een soort van black hole. Een beetje Mega Man 9 wapen. Het zou wel mooi zijn als we ook even zien wat hij doet. Blijf wel lang bij. Is het een soort van summon? Oeh, boom. En dan hebben we nog dit wapen. Zeker leuke wapens. Ik ben zelf er niet echt een fan van. Want ja, ik hou van range. Maar ja, dat weten jullie ondertussen wel van mij. Ik hang ze eventjes hierbij. En ja. Met dat gedaan te hebben. Jij mag hierbij. En waar is die ander? Hier. Jij mag er ook bij. Zo. Gaan we eventjes naar de wal van awesome comments. En er zijn twee comments. Want in de vorige aflevering hebben we geen comment erbij gedaan. Dus laten we daar maar gelijk aan beginnen. Even kijken. Waar heb ik mijn bochtjes? Twee bochtjes. Dankjewel. En ik zie jullie in een seconde. Oké, de comment van gisteren die komt van aflevering 37, Wouter Bijnen. En die had geschreven, de troll is real met die golem room. Ja, in de vorige wereld was de troll... Ik heb het echt nog nooit meegemaakt en ik heb er heel veel uren in Terraria zitten. Dus
Dat was behoorlijk gemeen. In ieder geval, Wouter, bijna bedankt voor je leuke reactie. En dan gaan we naar de comment van vandaag eigenlijk. En die komt van Rena Blauw. En Rena Blauw die had geschreven... Deze wereld is geweldig. Ik hoop dat u hierin doorgaat. Leuke video trouwens. Dankjewel. En je mag ook wel je zeggen of zo. Want u? Net dat je weet mensen met u aan te spreken. Maar zeker voor je tegen mij. In ieder geval bedankt voor je geweldige reactie. Heb je zelf nou ook een leuke reactie? Laat weten wat jouw leukste momentje was. Of laat weten wat jij de moeilijkste pilaar vindt. Hashtag wat is de moeilijkste pilaar? Nou, dat is ook geen hashtag. Geen hashtag, net zoals gisteren. Geen hashtag. Gewoon heel erg simpel. Wat is jouw moeilijkste pilaar? Of heb je een leukste momentje? Laat dat weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Laat een like natuurlijk achter als je daar de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Haat die pilaar.